Nadat deze onderkast volledig is geconstrueerd, kunnen we op basis van deze kast de andere kasten creëren. Hiervoor kopieer ik eerst deze kast en kies in het menu Bewerken nu Plakken op oorspronkelijke positie, zodat ik op dezelfde plek nog een andere kast heb. Hier kan ik nu in de z-positie een hoogte van 40 plus 400 plus 40 instellen, zoals aangegeven in de tekening. Ik bevestig met OK en nu hoef ik alleen nog de juiste breedte in te voeren. Als ik nu het bovenkast maak van dit object, heb ik hier een breedte van 1100. En hier heb ik twee segmenten. Ik heb hier deuren met een diepte van 380. En ik kan nu de instellingen voor het deksel en de basis elimineren. En hier wil ik de hoogte instellen op 0, zodat de z-waarde niet wordt gewijzigd. Nu hoef ik alleen nog maar de aanslagen hierin te voeren, want ik heb hier een aanslag aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Nu heb ik de mogelijkheid om dit segment met een truc te kopiëren, namelijk met 1. 1 betekent dat het laatste segment eenvoudig wordt gekopieerd. Als ik bijvoorbeeld in het onderste segment scharnierdeuren heb en ik een nieuw segment maak met 1, dan wordt dus het laatste segment gekopieerd. Als ik echter 2 zou gebruiken, dan wordt het op 1 na laatste gekopieerd. Ik heb dit nu natuurlijk niet nodig. En kan dit eenvoudig ongedaan maken? Het resultaat hier is nog niet helemaal juist, omdat ik hier namelijk geen handgrepen heb, en dat kan ik oplossen met een en hier. En betekent nee, dat zie je hier ook, en betekent nee voor geen handgreep. En nu kun je met de R-toets voor de rundgeweergaven zien dat de scharnierzijden met een driehoek worden aangegeven. Deze instelling kan ik in het menu Element CAD slash cast slash hulplijnen in of uitschakelen tonen. Ik ga nu terug naar de rechterweergave en kan nu deze kast hier kopiëren. Ik kan dit hele gebied vergroten met de I-toets. Ik pak het bij de hoek en verschuif het punt nu gewoon omhoog. Met de controltoets kan ik hier nu een kopie maken. Ik verschuif nu in de I-richting volgens de tekening met 400. 300. 400. Dus nu heb ik de juiste positie. Kies nu een breedte van 400. Heb hier natuurlijk slechts één segment. Het bovenste segment kunnen we ook hier verwijderen. We hebben een hoogte, en deze hoogte wordt berekend als. We hebben hier namelijk een totale hoogte van 2280. 40. 400. 40. 300. De handgreeppositie kunnen we nu aanpassen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we bij de linkerkast een handgreeppositie hebben, namelijk onderaan. Dit betekent dat ik hier elk handvat onderaan kan positioneren en in relatie tot onderaan kunnen we een afstand van bijvoorbeeld 480 mm maken. Ik bevestig nu met oké. Okay. We zien hier dat dit iets te veel was, maar we hebben hier de hoogte nog niet correct ingevuld. Laten we dat meteen doen: 550. En dan paast ook deze handgreeppositie weer en hier ook 550. Je moet hier natuurlijk altijd goed opletten, omdat de segmenthoogte nog niet is aangepast van de oude kast. Op basis van deze instelling kunnen we nu ook de handgreeppositie veranderen, in dit geval ook onderaan. En hier hebben we ook weer 480 mm, en daarmee kunnen we precies dezelfde hoogte bereiken. Wat we hier op de achtergrond in het roze zien is het zogenaamde werkvlak. We kunnen dit uitschakelen door simpelweg over te schakelen naar 2D platte grond bovenaanzicht en dan weer teruggaan naar de weergave rechts. Nu gaan we verder met het volgende onderwerp, namelijk het maken van de laatste kast. Hiervoor zoom ik gewoon even in op het gebied, met i kan ik de hoekpunten weer precies zien. Ik richt de kast opnieuw uit met het vakje, dus hier met het rode vakje de kast verplaatsen. En zo krijg ik dus een exacte positie. We zien nu ook. Kasten mogen in principe niet gespiegeld worden, want dat kan later, in het bijzonder in de CNC-sector, veel problemen veroorzaken. En ook de handgreeppositie zou dan niet automatisch aan de linkerkant of rechterkant worden ingesteld. Dat moet natuurlijk hier handmatig in het kastmenu in het infopaneel worden gedaan. We kunnen hier nog voor beide kasten bijvoorbeeld legplanken toewijzen, en hebben het nu gewoon tot zover voltooid.